Ik was een beetje cynisch over een YouTuber die dan ook muziek gaat maken en die op Lowlands wil spelen. Dat was dan zijn grootste droom. En Maarten zei, nee, je moet echt komen, want er gebeurt wat. En nou, dat was ook zo. Hij heeft een enorme lading die eruit moet en die hij over weet te brengen op een publiek. En hij communiceert echt met ze op een manier dat ze... Hij krijgt iedereen mee. En iedere keer als je hem ziet, de keer daarna, heeft hij een groter publiek. In 2018 hebben we hem in de X-Ray, het kleinste tentje gehad, stonden 3.000-4.000 man buiten ook nog. Het is een zaaltje voor 1.500 man. De tweede keer stond hij in de Heineken-tent. Dat is voor 10.000 man. Stonden daar allemaal mensen buiten. En afgelopen jaar, 2023, stond hij in de Alfa als opener. En iedereen is uit zijn bed gekomen om hem te zien. Terwijl hij daar ook nog helemaal niet met het Songfestival bezig was. Hij had natuurlijk een superhit in Duitsland. Ja, dus... Maar kan je kijken naar dat beeld wat iedereen volgens mij wel een keer heeft meegekregen? Jullie waren er met z'n tweeën ook bij. Verklaar mij wat daar gebeurt. Waarom bindt hij dat publiek aan? Ik denk die lading die hij heeft. Hè, hij is zo eerlijk en oprecht. Ja. En aan de ene kant is het een feestbeest en een onzinverkoper. Maar daar zit een lading onder. Hij heeft natuurlijk veel blikschade in zijn leven opgelopen met... Ja, dat zijn ouders heel vroeg zijn overleden. En hij is daar heel open over. En dat hij daar pijn van heeft, dat hij daar verdriet van heeft. Dat hij daarvoor in therapie is. Dat hij dus eigenlijk zijn hele hebben en houden. Hij groeit op in het publiek. Met zijn publiek. En die bewonderen hem, denk ik, daarvoor. Dat ze misschien zelf niet durven laten zien. Dus die kwetsbaarheid. Die kwetsbaarheid, ja. Ja, ja. En die voel je. Als je met hem praat... Die voel je. Dat had ik ook toen ik hem de eerste keer ontmoette. Jullie waren met z'n tweeën bij. Ik heb dat beeld gezien dat hij daar aan het eind onder de Friese vlag... Ja. Grienend daar een verhaal vertelt. Het is volledig authentiek. En dat grijpt je. Er zit een hele diepe laag onder. Ik weet nog dat ik liep op Lowlands rond. Waar zag ik eens naar luisteren? Mensen heb ik wel een paar dingen die ik graag wil zien. Joost Klein, ik zat ernaar te luisteren. Ja, het is best wel harde, happy hardcore. Ik dacht, dat skip ik vandaag. Ik kwam eigenlijk voor de gitaarbandjes, singer-songwriters. Maar ik dacht, ja, laat ik ook niet zo'n oude lul zijn. Ik ga toch kijken. En ik stond helemaal achteraan bij de Alfa. Ik ben aan het kijken. Nou, daar gebeurt gewoon iets. Het is echt een podium die is. Je wordt daar vanzelf ingezogen. Je komt steeds dichter en steeds dichterbij. Dat einde, ik ben huilend weggelopen. Ja, ik vond het we zagen heel veel tranen. Het was prachtig mooi. Het knappe eraan is dat je 10 seconden voor stond je nog te springen en te juichen. Dat is natuurlijk ongelooflijk hoe je van happy hardcore... Mm-hmm. Naar een huilend publiek kunt komen. Ja. Die kwetsbaarheid en dat gewoon je helemaal geven aan het publiek... dat zien we daar in die performance terug. Dat doet hij gewoon fantastisch. Dan die mode, dat is ook vooral eigenlijk... Nou, ik zit net te denken. Dit is dus... Het Eurovisie Songfestival is een liedjesfestijn. Lowlands is een liedjesfestival. Maar hij benadert het bijna als een performance-kunstenaar. Als een conceptueel iets. Hij is een totaal kunstenaar. Daar stond een schilder op het podium, stond een bed. Er was van alles te doen. Die meme. Hij denkt heel erg na over wat hij aantrekt. Die schmink. En toen daar stond het eerste wat ik dacht was Bowie. Mm-hmm. David Bowie. Ja. Dus heel conceptueel in personages denken. Wat overigens zijn creative director Stefano Keizers ook heel erg heeft dat in personages denken. Bowie, Ziggy Stardust, ook met die schmink, die pakken. En dus niets is toeval. Alles is concept. En de eerste performancekunstenaars kwamen ook uit de muziek. Gingen het ook breder trekken. Maar je zegt net, hij is 26. Mm-hmm. Zo jong. Ja, en dan al die... Want er zit tegelijkertijd... Hij zat te huilen onder die vlag. Maar er is zoveel controle. Mm-hmm. Ook bij wat hij nu doet. Hè? Als je kijkt, alles van tevoren. En dan moet ik... Een beetje toch een flauwe vergelijking maken met Treintje Oosterhuis een paar jaar geleden. Ja, dat ging, kun je nog herinneren, dat ging over die scheurjurk. Was overigens een mooie jurk. Die trok ze niet aan, ze wist niet wat ze aan moest trekken. First dress rehearsal had ze maar een broekpak aangetrokken. Ze wist nog niet wat ze s'avonds aan zou trekken. En wat bleek, je moest aandoen wat je die middag bij de generale repetitie. Wat ik wil zeggen is, Treintje ging pas op de dag zelf nadenken, wat moet ik eigenlijk aantrekken. Ja. Hij heeft van het begin tot het eind bedacht, dit is mijn pak, dit is mijn concept. Maar niet alleen dit is mijn pak. Hij is ook al heel erg bezig met hoe weet heel Europa wie ik ben. Ja. Alle jonge mensen in Europa weten wie hij is. Het is voor hem te hopen dat er veel jonge mensen in de vakjury zitten. Mm-hmm. Maar al het publiek, iedereen in Nederland die een beetje van die happy hardcore houdt. Omdat hij daar keihard voor gewerkt heeft. Ja, dus zijn social media, zijn
miljoenen keer per ding bekeken. Hij is gewoon echt... Ja, in Duitsland heeft hij al een grote hit, Zwitserland, Oostenrijk. België speelt hij op Rock Werchter voor 60.000, 70.000 man op het hoofdpodium. Maar zelfs daarvoor al, in die tijd waarschijnlijk dat jij hem in Bitterzoet zag... ging hij naar Duitsland toe. Dan kocht hij de goedkoopste EasyJet-tickets. Ging hij naar Zwitserland om maar proberen daar een show te spelen. Het is keihard werken. Wat En er zijn allemaal van die happy hardcore scientjes en soort geestverwanten van Joost. Misschien niet zo sterk als Joost, maar die zoekt hij op. En dan wil hij Collapse mee. En dat vind ik ook... Hij is gewoon ook echt een marketingkoning. Hij staat in het nu, hier, gewoon... En hij begrijpt het. En hij begrijpt het. Ja,